allemaal en welkom op de allereerste Planet Coasters episode 1, seizoen 1, episode 1. We gaan hier redelijk wat pretparken ook testen in 2024 nog. Dus we gaan eerst helemaal naar onder gaan. Eens even kijken welke dat we dus kunnen gaan testen. Dat ziet er mij ook wel een leuke uit. De Adrenaline Spring 2. Wat ik ook dan altijd doe is die naam ook ingeven in Steam. Voilà. Dan kan ik ook de description er ook erbij nemen, namelijk. Snap je mensen? Dus dan gaan we eens naar deze pretpark toe. Play Sandbox. Start nieuw, oké. En het is, dus ik ga het even laten voorlezen wat er bij de description staat. Mijn eerste park breidde met 50% uit. Vier nieuwe achtbanen, veel nieuwe liveshows en attracties. Eindeloze updates. Parkeerplaats is voltooid. Ook toegevoegd zijn drie kleine hotels, een waterpark, hutverhuur en kampeerterreinen. Oké. Dankjewel voor de informatie. Leuke informatie. Die heeft dus nog andere pretparken gebouwd. Dat is wel nice. Moet wel redelijk lang laden, zie ik. Maar maakt niet uit. Als het een mooi pretpark is, dan heb ik dat er wel voor over. Er zijn wel meestal afleveringsjes van om de beide 5 à 10 minuten. Soms kan het ook wel langer zijn, dat hangt ook af van de laadtijd van deze game. Wanneer gaat deze episode dan ook online komen? Ik wil het... ik ga het ook regelmatig ook gaan opnemen. Ik ga er ook geen datums op plakken wanneer dat die echt online gaan komen. Ik ga er redelijk wat opnemen. Mijn intro er ook nog in gooien, noem maar op. Dus er zit ook nog heel veel in dit werk ook bij met deze gloednieuwe serie, noem maar op. Want ik wil ook de logo's van hier, Psycho TV, in leven roepen. Van zoveel logo's geef ik deze pretpark wel. Oei. Missing user audio. Multi items, refins, missing user audio. Oké, dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg. Ik zie hier wel een band. Want ik heb een klein beetje zitten te experimenteren met de knoppen, dus als ik deze knop inhoud, is het zo. Ik zie hier een houten achtbaan, dus ik zie hier ook wel een hele mooie parkeerplaats, dus wat ook gezegd is geweest. Dus ik denk dat daar dan de inkom is. De inkom van Adrenaline Springs. Ja, een hele mooie inkom. Moet ik wel eerlijk toegeven. Dus we gaan eens even ook eens binnen. Hierboven staat al een mooie houten achtbaan. Werkt die ook? Ja, die werkt ook. Dan wil ik ook wel de specificaties aan jullie ook laten zien. Dus ik kan me dan ook wel verplaatsen. Voilà. Die duurt maar 36 seconden. Oké.
Oké, ja. Die wil ik wel eens bezien in Onride. Ik zal zeggen ook veel kijkplezier. Eens even kijken, hè. We zitten ook in testmode, dus we kunnen ook wel echt heel mooi meekijken. Een rustige lifthill. Oh, dat was niet de bedoeling. De dummies. We zijn bij kant boven. Amai, mooi uitzicht. Daar staat de hotels. Hola, hier bleef je zelfs ook nog eens even zo in de helling hangen. Oh, zalige drop. Maar wel, dat is echt een soepele bocht. Jawel. Oh, daar wil ik wel echt. Jawel. Dat is een afbaantje waar ik al sowieso in ga zitten. Dat is echt vrij soepel. Nog een keer een drop. Oh, zalig. Oh, mooi effect. Mooi over de ingang. Mooi langs de, zeg het, parking. En dan heel mooi in de brakes. Ik zag ook daar nog een treintje rijden, dus de transport. Ah wel, ik zou zeggen, het is heel soepel. We gaan hem ook eens bereiden, ook tijdens de nacht. Voilà, we gaan die eens ook eens in de nacht rijden. Dus even ook eens bekijken hoe het dan is. Hoe de verlichting en al is. Ja, ik let ook wel op de details hoor. Want zo gelijk in de maanden eind september, oktober, dan heb ik ook die Halloween maanden. Dan zijn ook de pretparken ook nog wel wat open. Dus daar moet dan ook wat verlichting zijn. Oh my god, er is genoeg verlichting in het pretpark. Ja. En schone belichting ook nog eens wel. Wel, ik vind een s'nachts toch wel wat iets leuker om te doen. Ja. Oh, mooie drops. Hele leuke drops. Jawel. En airtimes. Mooi gedaan. Wauw. Ja, en dan komen we terug in het eind. Pardon. Maar wel, dat is schoon gedaan. Camera effects. Oh nee. Oh nee, 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 nee. Hier gaan we dus echt niks aan veranderen. Nee, dat gaan we niet doen. Ik was gewoon even iets aan het testen, mensen. Oké, park management. Dus de volgende attractie. We gaan de Flying Carousel. Flying Carousel, we gaan eens even bekijken. Ah, dat ziet er ook wel heel mooi uit. Mooi in het midden van de pretpark wel gebouwd. Oh. Zit allemaal vol dummies, hè. Heel schoon. Wel pretparkpersoneel en ook de eetstandjes en al. Hier heb je dan die transport. Daar zullen we eens even mee rijden. Er komen misschien nog dingen te zien. Hier is de hele mooie trein.
En dan ook nog, wauw, nog special effects langs de transportbaan. Mooi. Je ziet dat, is zo mooi. Dag dame. Dan komen we aan bij het perron. Ja. Instappen en dan zijn we terug vertrokken. Ja. Ik heb het wel niet helemaal laten zien. Oké. Dan gaan we eens op zoek gaan nog naar leukere achtbaantjes. Dus even kijken. Dat station. En een carousel. Wat voor attractie is dit? Saltjes Closet. Ja. Want dat er allemaal wordt getest. Amai, 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 amai. Zijn er ook special effects? Oh, jong. Hij heeft er wel zijn tijd in gestoken, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Hij heeft er wel echt zijn tijd in gestoken. Dat is gewoon een carouselletje. Ook wel mooi op het middenplein gebouwd. Ziet, wat ik niet snap, ik ga eens even ook eens laten zien. Settings, controls. Wacht, hè. Camera controls. Nee, dat is hem niet. Mouse control ziet hier de camera. Ik hou deze knop in. En dan met de pijltjestoets, ja, doe ik. Zoom, ja, ik zoom. Ah, wacht eens. Ah, oké. Okay. Ja. Nu ben ik vertrokken. Ja. Dus hier komen we dus dan opnieuw de nachtbaan tegen. Wauw. Dus we gaan eens, de wachtrij eens afgaan. Oei, we moeten hier dan een ticket kopen. Precies. Oei. Tickets kopen. En dan ga je hier zo naar boven toe. Ja, we gaan deze zo eens even bekijken. Dan ziet er ook wel een hele leuke achtbaantje uit. Deze heb ik dan nodig. Nee. Ik kan niet kiezen. Ah, jawel, ik kan wel kiezen. Ah, die gaat juist vertrekken. Trein nummer 2 gaat vertrekken, dames en heren. Jawel. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Zowel over nu s'nachts als overdag gaan we deze coaster ook doen. Oh my god, daar staat toch een mega coaster. Oh, oh. Maar deze is toch ook al redelijk hoog. Oh my god, man. Wat een twist. Raken we toch wel? Oh, daar raken we maar niptekens op. En opnieuw zo'n een twist. En dan opnieuw zo'n... Oh my god, dat moet toch wel pijn doen als je zo in die karretjes zit. Wat remmen. Ik vind het wel jammer dat hier wel geen looping in zit. Hier ga ik wel in. Maar ik vind het wel jammer dat het niet echt over kop gaat. Dat is mijn mening. Wat zijn de resultaten? Ja, 121 seconden. 841 meter lang. Toch wel 94 km per uur hoor. Mooi. En een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. Mooi.
Ziet er wel een hele mooie uit. Dan gaan we eens door naar de volgende attractie. Even kijken. Gaan we hier. Oh my god. Waar komen hier toch allemaal in uit? De wc's. De balloonpop. Ik zie daar nog een achtbaantje, dus dan gaan we daar eens naartoe. Even kijken hoe we daar wel geraken. Niet via hier. Dus we gaan dan eens terug via de pad. Hier rek je dan ook nog in een pad. Daar rek je dan zo wat over. En dan krijg je hier bij die nieuwe achtbaan. Ja. Die ingang is hier ook wel echt heel mooi gebouwd. Moet ik wel eerlijk toegeven. Echt heel schoon. En dan nog echt zo. Oh my god. Dat gaat wel een leuke achtbaantje worden, denk ik. De resultaten. Oeh, het duurt maar 89 seconden. Oh. Maar wel 98 km per uur. Oh, daar ben ik wel eens benieuwd naar. Eens even kijken. Kijken als we naar een andere treintje kunnen gaan die nog niet vertrokken is. Valessa. We zijn boven. Oh my god, one drop. One drop. Dat doet me denken aan Oblivion. Zalig. Oh. Zo soepel. Een soepele draai. Een soepele looping. Oh, een corkscrewke. Nice. Oh, zalig. Echt, de demarisering en al is echt mooi. En dan komen we aan een station. En ik vind ook dat de perron van het station ook echt heel mooi is gebouwd. Echt waar, heel mooi. Heel mooi gedaan. Dan gaan we eens kijken als we nog ergens nog een aardpaardje gaan tegenkomen. Eens even kijken. Misschien kinder. Ik ga gewoon door de bomen. Oh ja, ziet dat als een houten achtbaan. Of hebben we die al gedaan? Ik dacht dat we die al gedaan hadden. Net die houten achtbaan of niet? Even heel snel kijken. Is dat de ingang? Nee, dat is nog een andere houten achtbaan. Oh, nice. Die heeft gewoon twee houten achtbanen in zijn pretpark. Nice, nice, nice. Wacht, stoptest. En dan gaan we direct op starttest drukken. Dus het attractieduur is 112 seconden. De lengte is meer dan een kilometer lang, man. Oh my god. 108 de maximum kilometer per uur en 38 kilometer per uur is het gemiddelde snelheid. Oké, de biggest drop is 45 meter. We gaan eens bekijken. Ik wil ook eens weten hoe de karretjes eruit zien. Die kun je soms ook wel in themarisering zetten. Wauw. Echt heel schoon. Daar staat de trein. Oh, mooie kant. Ook achterkant. Ja. Dan gaan we maar eens genieten van de... Ik denk een hybrid coaster. Oh my god. Oh my god, wat een drop. Oh, zalig. Kom aan, hè. Met loopings of overkop gaan. Echt, zo achtbaantjes die moet je laten overkop gaan. Echt waar. Kom aan. Oh, het is wel al zalig. Hey, hey. Overkop. Oh my god, zalig. Zalig. Oh, en dan helemaal 90 graden. 90 degrees. Nice. Oh, zalig. Wauw, 90 degrees zit er echt vaak in. En dan, oh my god. Een rustige overkop.
Je moet denken, je zit alleen maar met beugels hier van onder vast, hè? Wow. Is het een achtbaantje die ik wil doen in mijn leven? Ja. Ik vind de prepaid-themerisering ook wel echt hier af. En die inkom is hier ook wel geweldig. Oké, dat was echt heel mooi. Dan gaan we eens even kijken als er nog leuke attracties zijn. De Hangman Run. Wat is dat voor iets? De Hangman's Run. Eens even kijken. Ah, dat is die houten achtbaan. Ja. Oké. Rupee Scream. Dan gaan we eens even wat dichter. Dat is die attractie hier. Oké. Timberwank. Dat is nog een andere achtbaan. Oké, stoptest. Die heeft in totaal is 106 seconden lang. Treklengte 1299 meter. Totale snelheid 105 km per uur. Wauw. 44 km per uur is het gemiddelde snelheid en de grootste drop. Is 29 meter en je gaat 3 keren over de kop. En wel, dat wil ik eens meemaken. Let's go. En ook eerst cinematiek doen. Eens even kijken hoe de karretjes eruit zien. Het zijn zo wat bootachtige karretjes, precies. Kan ook wel mooi zijn, ja. En dan gaan we naar de sea toe. Ah, dat doet me denken aan Dreamcatcher van Bobby Aland. Ja. Oh, nice. Vroeger had je die vliegertjes ook in Bobby Aland. Wauw. Dat doet me er echt aan denken. Wat? Nog een keer in een lifthill. Wauw, 2 keer in een lifthill. Heel soepel. Oh, zalig over het water. Oh, wel soms zo knikken dat je dan wel heen en weer wordt geschud zo in een karretje. Dan moet je er nog proberen uit te halen die knikken. Maar voor de rest is het een geweldige rollercoaster. Echt waar. Zal ik deze willen doen in het echt? Denk het wel. En waarom dat die twee mooie ijzeren rails zo wat in het midden is, dat is voor die boten terug zo wat stabiel te houden. Oké. Okay. Het was ook wel weer een hele mooie. Timber. Wauw. Oké. Okay. Dan zitten we bij de Screamer. Wat is dat voor iets? Eens even kijken. Dat is ook in een achtbaan. Hebben we die al gedaan? Maar niet als we die hebben gedaan, ja of nee. Die duurt maar 44 seconden. 652 meter lang. 92 kilometer is de topsnelheid. 53 kilometer per uur is de gemiddelde snelheid. En de Big Drop is 27 meter. En inversies 6 keer. Oké, die wil ik wel eens zien. Starttest. De themarisering is ook hier weer al heel mooi af. Gaan we gelaunched worden? Ja, we gaan gelaunched worden. We gaan gelanceerd worden. Oh, direct al over de kop. Is zalig. En nog een launch. Wauw. Tweede keer dat we al over de kop gaan.
En daar de derde keer. Wauw, echt waar. Oh, dan denk je precies dat je tegen die rotsen gaat komen, maar toch niet. Net niet. Oh, echt waar. Je gaat hier echt heel vaak over de kop. Maar hier ook weer al zo echt soms die knikken in de baan. Wel, dat wel wat jammer geeft aan het spektakel van de rit. Dat je echt zo dan wordt ze heen en weer wordt geschokt. Als deze achtbaan ook wel in werkelijkheid ook bestond. Ja, dan gaan we door naar de volgende. Maar echt waar, ook wel een heel mooi pleintje hier. Ziet dus hoe mooi dat is hier is opgevuld. Echt waar. Mooi, mooi, mooi. Ik ga hier ook eens helemaal eens rondgaan. Oh my god. Echt nice. Ik vind het wel mooi. Ik vind het echt heel mooi gemaakt. Hier hebben we dan ook nog een spookkasteel. Oh, die wil ik ook wel dan doen. Nee, deze hier. Deze vroeg ik. Niet die van de biggetjes. Niet van die van de biggetjes. Ja, stop testing. Hoe lang is deze? 222 meter lang. Oké. Okay. Let's go. Dus weten wat we hier allemaal gaan te maken hebben. Ik zie een mooie... Oh my god, we gaan griezelen. Dat is wel echt heel mooi gemaakt. Een ketel die zo wat over aan het lopen is. Wat mist. Schatkist. Hier is wat aan het branden. Oh, die bubbeltjes zijn ook wel leuk gedaan. Hier, dat was daar iets dat zo aan kan wat toveren. Wauw. Nico gaat dus buiten. Wat als je zo wat wilde attracties hebt gedaan, is dat wel eens leuk om te doen, om even zo eens uit te blazen. Ik wist niet echt dat Planet Coaster zoveel in de macht heeft. Dus de series gaan redelijk lang zijn, daar ben ik wel blij om. Of eigenlijk beter gezegd de episodes. Oh cool, cool met zo'n clown. Oei oei, hier is elektriciteit. Oh, hier zijn laserstralen, pas op dat je niet tegen die laserstraal komt. Ah. Is het dood? Oké, dat is wel een heel mooie attractie. Mooi gedaan. Dan eens even kijken. Dan gaan we eens naar de volgende. Dat is, eens even kijken, wat voor een attractie dat is. Iron, dat is ook een achtbaan. Dus stop met testen. 114 seconden, 489 meter lang, 37 km per uur is de maximum snelheid, 15 km per uur is de gemiddelde snelheid. De hoogste top is 4 meter. Oké. Okay. Starttest. Ah, dat is die main train. Die moeten we in Cinematics doen. Dag dummies, zonder armen. Hier gaan we omhoog. Alleen het grote minpunt is dat deze gebruiker, dus de pretparkbouwer, niet in de beschrijving ook heeft gezet voor zijn soundpack te downloaden. Dat vind ik wel een klein beetje jammer. Hadden we misschien ook wat sound effects hier erbij gehad, dan was deze echt wel heel af geweest. Wauw.
gaan weer zo'n kleine tak 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 liftelijke. En dan gaan we weer. Wow, de camera kan echt moeilijk volgen. Onder de grond. Heel leuk gedaan. Dan gaan we terug de lift wel op. Hier in de wc'ken. En dan komen we terug aan in het station. In het klein stationnetje, morgen in de vroegte. Oké, okay, Iron Mountain Mine, blablabla. Dan gaan we naar de Wildfire. Dan gaan we eens naar de Wildfire. Deze is 95 seconden duurt deze attractie. Lengte 1599 meter. In totale snelheid van 158 km per uur. Wauw. Een gemiddelde snelheid van 61 km per uur. De hoogste drop is 97 meter. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat is hoog. Dat is really high. Oké. Okay. Cool die meemaken. Numbers of inversions. 3 keren en airtime count 9 keren gaan we eigenlijk van onze stoelen af. Oké. Okay. Let's go, zal ik zeggen. En hier zijn we vertrokken. Maar dat gaat toch ook wel met een hele mooie tamelijke snelheid dat we omhoog worden getrokken op de lift hill. Want dat is altijd het saaiste van de attractie, ja, de lift hills. Maar ja, dat hoort erbij. Oh my god. Oh my god. Zalig. Zalige drop. Ja, hier ga ik nog wel in. Ja, 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 ja. Oh, zalige bocht. Oh. Dat doet me denken aan Silver Star in Europa Park. Zalige achtbaantjes. Zo van die. Die moet je gewoon in je leven hebben gedaan. Oh. De Coolite, dat doet me ook aan de Coolite denken van Walibi World. Wat is het nu al gedaan? Ik was juist zo aan het genieten. Ah, ja, oké. Okay. Station heel mooi uitgewerkt en al. Mooi, mooi, mooi. Dat was de Wildfire. Dan gaan we eens door. Eerst even kijken. De Wildfire. Dan hebben we nog de Oibuine Wind Runner. Oké. Okay. Die is in totaal. Eens even kijken. 89 seconden duurt die maar. 805 meter lang. 98 km per uur. Gemiddelde snelheid 36. De hoogste drop is 37. Nummer of inversion 6 en airtime count 1. Oké, okay, die willen we ook eens testen gaan. Het kan zijn dat we die al hebben gedaan, hè. Ik denk dat we die al hebben gedaan. Ja, die hebben we al gedaan. Dan gaan we al direct naar de volgende. Er zijn wel veel attracties hoor. Waar zaten we? Dan. Ik denk niet dat het dan nog echt. Nog
achtbanen nog in de pretpark zitten. Oh jawel, hier nog eentje. Die hebben we ook al gedaan. Ja, die hebben we ook al gedaan. Dus we hebben alle achtbanen gedaan hier in deze pretpark. Ik vond het wel... Ah, wauw. Ik ga eens even nog een worldview overdoen. Wauw. Ik zie dat is wel voor een park dat dat is. Mooi met een camping. Parking. Oh my god, die heeft hier ook nog een hele mooie... Dus ziet dat eens aan. Een mooie waterpark hier bij het hotel gebouwd. Ah, voilà, die heeft er echt moeite en tijd in gestoken. Oh, right closed. Why? Ah, no stationsbeeld. Oké, okay, jammer. En dat is een gewone glijbaan zeker. Ja, het zijn gewoon zo objecten zelf toegevoegd in een pretpark. Wat is dat gewoon hier? Wauw. Ziet dat eens aan. En dan met die watervalkjes. Daar moet ik wel eens op inzoomen. Oh, ziet dat eens. Dat is echt toch gewoon fantastisch gemaakt. Oh. Hier kan ik wel blijven in vertoeven, man. En dan had ik nog ergens een jacuzzi gezien. Ja, daar. Tussen de twee hotels in. Wat zit daarin? Robots. Lol, robots. Dan die hotelkamers. Echt gewoon geweldig gemaakt. Echt geweldig gemaakt. Dan nog een golfcircuit. Het is moeilijk. Het is... En wat dit hier is... Is die... Nee, dit hier. Star Wars. Ik denk dat daar gewoon in een cinema is. Ja, dat moet een cinema voorstellen. Ja. Ah, wel... Ik hoop dat jullie hebben genoten van de allereerste episode. Wat kan ik hier nog laten zien? Hier is ook nog zo'n hele city met autootjes en al. Wauw. Hoor dat geluid. Wauw. Ik ga hem toch een mooi 3 sterren geven. Ik kan altijd beter, dus omwille van die connectjes in de achtbanen. Hij heeft het heel mooi gemaakt, echt waar. Daar ben ik trots op. En wel, ik hoop dat jullie van deze episode hebben genoten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn buiten te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er weer al iets nieuws zit te gebeuren op mijn YouTube kanaal. En ik zie jullie later terug. Tot later allemaal. Yo, 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 yo. Yo.